Op 1 april staat de officiële opening van de brasserie van Rachel Hazes in Torremolinos gepland en nee, dit is geen 1 april grap. Het is werkelijk het ambitieuze plan van de mediaster, maar deze mijlpaal brengt toch de nodige stress met zich mee. Het is echt opmerkelijk hoe men hier in Spanje voor elkaar klaar staat. De horeca om mij heen is oprecht blij dat ik hier ben gestart met deze zaak. Hoe je het ook bekijkt, het trekt aandacht en mensen zullen straks graag even bij Casa Hazes willen eten of drinken. Maar als mijn zaak vol zit, gaan ze vanzelfsprekend naar de buren. Op die manier versterken we elkaar, deelt Rachel mee in party. Opvallend is het gebrek aan afgunst of concurrentie, iets wat in Nederland wellicht minder gebruikelijk is. In Spanje heerst er juist een collegiale sfeer onder horeca-ondernemers. Zelfs bekende collega's van Rachel lijken de weg naar Spanje en haar brasserie te vinden. Sommigen nemen zelfs de moeite om speciaal naar Spanje te reizen om de brasserie te bezoeken. Maar sommigen lijken te vergeten dat ik hier gewoon een fulltime baan heb, haha. Ik ben gewoon aan het werk, weet je. Het is niet alsof ik even twee uurtjes vrij kan nemen voor een wandeling langs de kustlijn. Mensen hebben echt geen idee hoeveel toewijding hierin zit. Rachel benadrukt het intense werk dat achter de schermen plaatsvindt, ondanks de ogenschijnlijke idyllische setting van haar brasserie in Spanje.